Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Het gaat eigenlijk niet specifiek over de Ortho Laser Master 2 zoals ik die heb. Het gaat eigenlijk meer over Lightburn. In Lightburn namelijk kun je een camera toevoegen. En je ziet achter mij de Congro Laser Enclosure versie 2. En ik wil eigenlijk gaan kijken dat ik daar een camera aan toevoeg. En ik heb hem er ook al in hangen. Ik zal zo meteen laten zien wat ik precies gedaan heb. Om hem daarin te krijgen. Dat is best een lastige, zal ik je zeggen. En dat heeft alles te maken met het feit dat deze Congro Laser Master Enclosure, over mijn lasermachine komt te staan. Dat wil zeggen dat die los van elkaar staan. En dat wil zeggen dat als ik de camera boven in die laser enclosure aanbreng en ik verschuif of de laser of die enclosure, dan is die eigenlijk weer uit zijn calibratie. Desalniettemin ga ik toch dat op deze manier nu doen. Misschien dat ik op enig moment later een andere oplossing moet bedenken. Want je zou natuurlijk die camera kunnen vastmaken aan het frame van je laser. Dat ga ik nu niet doen. Ik heb hem gemonteerd boven in de laser enclosure. Ik heb ook bewust voor deze tweede versie gekozen. Je kunt ook die eerste versie van die laser enclosure nog steeds krijgen. Die is ook goedkoper. Dus iemand die geen camera wil, ga gerust kijken bij Comgro. Ze zijn niet even vriendelijk als het gaat om reageren en om het feit dat ze euro's vermelden op de website, maar vervolgens moet je in dollars betalen, dus ben je duurder uit. Ja. Maar het is ook niet duur, laat ik dat ook vooropstellen. Deze bijvoorbeeld heeft €84 gekost en ik heb bewust deze gekocht. Hij is namelijk een halve meter hoog. En dat betekent dat je ook die camera een halve meter hoog kunt hangen. Ik had van de week nog contact met iemand die veel met mij mailt, Luc Kinnaert. Luc, dank je dat je steeds mailt. Luc zei van ja, ik krijg niet het hele werkveld in beeld. Ja, als ik heel eerlijk ben, Luc, mij maakt dat niet zo heel veel uit. En waarom nou niet? Ik verbruik nooit dat hele werkveld. Dus als ik het centrum heb, zeg maar 30 bij 30, dan ben ik al heel erg tevreden. Ik weet dat die 40 bij 4,15 kan. Dus 40 centimeter bij 41,5 centimeter. Maar ja, dat gebruiken doe ik dat toch niet. En dus in die zin maakt me dat niet zo heel veel uit. Natuurlijk, iemand die dat wel uitmaakt, ja, die zal die camera hoger moeten gaan monteren. Dat is niet anders. Er zijn heel veel video's online hierover, over het installeren van camera's. En ik heb er natuurlijk ook geen ervaring mee, dus ik heb ook die video's gekeken, geen zorg. Ik ga proberen een video te maken, eigenlijk twee video's. Eén video te maken van hoe monteren we dat ding nou en hoe stellen we hem in. En in de tweede video, want dat zul je ongetwijfeld ook afvragen, van wat moet je nou met die camera? Nou, dat kan ik wel even voor wegnemen. Het eerste is het placeren van datgene wat jij wilt gaan snijden bijvoorbeeld, of wilt gaan laseren op een plaat met hout. Stel dat je die plaat met hout voor heel veel dingen wilt gebruiken. Dus echt maximaal benutten. Hè? Alles is al duur genoeg tegenwoordig, dus dat klopt. Dan kan dat heel gemakkelijk met behulp van zo'n camera. Dat is één ding en dat zal ik je gaan laten zien. Maar het tweede is, en dat vind ik eigenlijk nog veel leuker. Stel ik heb een object en ik wil dat laseren. Je kunt afbeeldingen downloaden, dat weten we. Dan kun je traceren eventueel. Dan kun je allerlei dingen mee doen. Maar je kan dus ook iets hebben, iets wat je al hebt, dat op het werkbed leggen. Daar een foto van maken, dat vervolgens traceren en gaan laseren. En dat is natuurlijk super interessant natuurlijk. Dat vind ik eigenlijk nog veel interessanter. Of ik het veel gebruiken ga, dat weet ik niet, dat kan ik je niet vertellen. Maar ik had die camera nog liggen, ik heb die enclosure, heb ik. En dus heb ik ook de mogelijkheid om hem in te bouwen. En dat gaan we doen. Ik ga je laten zien hoe ik dat bij deze laser en bij deze enclosure gedaan heb. Nou, eerst even iets over die enclosure. Die enclosure, dat is dus een soort van stof. Ja. En dat is best lastig, want hierboven, hier zitten dus buizen. De diameter van die buis, heb ik gemerkt, is 1,7 centimeter, dus 17 millimeter. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb met mijn 3D-printer heb ik klemmetjes geprint die over die buis komen te zitten. En dan zit hier, bovenin, hier zit een aluminiumstrip. Misschien moet ik dat heel even anders neerzetten. Dan zie je die strip ook wat beter. Ja, hier zie je die strip. Kijk, die strip zit hier.
Ja, zo. Die strip is 3 centimeter hoog, 2 mm dik. En ik heb hem natuurlijk de breedte gemaakt dat hij tussen die twee buizen links en rechts past. En in dat geprinte gedeelte zit een sleuf van 3 centimeter hoog, 3,1. En de juiste dikte. En uiteindelijk kunnen we daar dus in die, die aluminium lat leggen. Aan de andere kant hetzelfde. Nadeel is dus dat door de stof, dat kunnen we natuurlijk niet zien wat ik nou doe, maar ik zit tegen die stof aan te drukken. Die stof die zit los, zodat je zeg maar eigenlijk dat geprinte deel blijft niet helemaal goed zitten. Nou, doordat ik hier van die zo'n uithoek aan geprint heb, kan ik daar een dubbel elastiek tussen plaatsen. Ik heb dus tussen die beide dingen aan allebei de kanten, die uitsparingen hier, elastiek tussen geplaatst. En op die manier blijft die aluminiumstrip, die blijft zitten. Ja. Uiteindelijk, in het midden, en dat zien we dan dus hier, heb ik daar 2 blauwe spacers gemaakt. Waarom? Zodat ik zeg maar, als ik de camera eraf haal, precies weet waar die camera moet komen te zitten. En daar zit die camera overheen en die wijst recht naar beneden. En die gaat straks dus gekalibreerd worden door mij. Er zijn dus een paar dingen die lastig zijn. Ik zei al, die bekasting, die omklassing, die enclosure, staat dus los over de laser. En daardoor kan je hem gaan verschuiven en dat soort dingen meer. Dus je moet gaan zorgen dat je precies weet waar nu die omkasting en die laser precies staat. En zodat je zeg maar iedere keer als je per ongeluk tegen die enclosure aandrukt, dat je hem ook weer precies op dezelfde plek terug kunt zetten. Nou, dat is even een kwestie van uitvinden. Ik heb dat hier gedaan door zeg maar de houtplaat waarop mijn laser gemonteerd zit, precies aan de achterzijde flush te maken met de tafel. Daar tegenaan gedrukt het framewerk van de enclosure. En aan de rechterzijde eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb die enclosure zodanig gemaakt dat die precies op de tafel past. En de plaat van waar de laser op zit, weer precies tegen de staaf van de enclosure, zodat ik weet dat die op dezelfde plek staat. Dat is een heel belangrijk gebeuren. We gaan die camera kalibreren en we gaan zien of dat gaat lukken. Goed, we hebben de camera aangebracht in de behuizing. En dan gaan we in Lightburn die camera configureren. Een paar dingen die ik daar vooraf even over zeggen wil. Het eerste is dat zeg maar de camera is niet zo blij met het raster op het werkbed. Dat gaat straks bij de calibratie problemen opleveren. En om die reden ga ik, en dan moet ik hem er even bij pakken, een houten plaat erin leggen. Die ten opzichte van die camera eigenlijk dat allemaal uit gaat blenden, zeg maar. Dat je dat niet meer ziet. Dat is de eerste. Tweede is, om te gaan kalibreren, moeten we een afbeelding gaan printen. Ik zal straks laten zien waar je die afbeelding vandaan haalt. Die afbeelding ziet er als volgt uit. En wat daarbij van belang is, dat kan ik op voorhand alvast wel zeggen, is dat die afbeelding op ware grootte geprint wordt. Dat je hem dus niet kleiner maakt of groter maakt, want dat gaat die calibratie beïnvloeden. Dat is een tweede dingetje, daar komen we straks even op terug. De donkerte in de omkasting gaat ons ook parten spelen. Dat kan ik nu alvast zeggen. Maar dat gaan we zien. Ik hoop dat dat nu wat minder is, want ik heb het 1 keer eerder gedaan en geprobeerd. En ik ga nu zeg maar het in video laten zien. Dus we gaan zien hoe dat eruit ziet. En dan hebben we nog 1 ding verder nodig. En dat is karton of hout. Ik gebruik hout. Met een minimum van 20 bij 20 centimeter. Want dat gaan we nodig hebben in dat calibratieproces. Er zijn nog wel wat meer dingen waar we rekening mee moeten houden. Dat is dat als we straks, zeg maar, want dat papier met die stippen erop, dat moet verplaatst gaan worden iedere keer. Wat erg belangrijk is dat de kabels er straks niet overheen lopen. Dus mogelijkerwijs moeten we zeg maar de gantry, oftewel de as waar de laser op zit, uit de weg halen af en toe om een goede afdruk hiervan te krijgen. Oké, we gaan naar de computer.
Ik ga in Lightburn aan de gang en tussendoor ga ik je hier laten zien waar dan hier dat papier met die stippen komt te liggen. Goed, lieve mensen, we zijn nu in Lightburn aangekomen. En als je je camera hebt aangesloten en je kiest voor het tabblad camerabediening, dan zou je eigenlijk in het keuzemenu bovenin al moeten kunnen aangeven welke camera je gebruikt. En dan zou je hier beeld moeten krijgen. Wat ik ga doen echter, stel dat je dit allemaal nog niet hebt, overigens dat schermpje aanzetten doe je via vensters en dan camerabediening. Ja. Wat ik ga doen is simpelweg naar laser tools. Dan pak ik de camera kalibreren. Ik kies voor de HD Pro webcam C920, dat is de webcam die ik geïnstalleerd heb. We zien beeld verschijnen. En ik kies ervoor dat het een standaard lens is en geen fisheye lens. Fisheye lenzen, dat zijn van die bolle lenzen. En als je niet weet of jouw camera fisheye is of een standaard lens, ga dan gewoon even naar de website van deze camera en zoek dat even op. De meeste camera's zijn standaard lenzen en geen fisheye lenzen. Okay? Dus dit is een standaard lens. Je kunt ook zien, we hebben beeld. En we krijgen een dialoog. Ik moet een beetje, het geluid is een beetje lastig. De microfoon van de laptop is kapot, begrijp ik. En ik maak op dit moment het geluid via diezelfde camera die we zo meteen gaan gebruiken. Hij geeft gebruik voorinstelling. Nou, we hebben geen voorinstelling, want dit is een camera die niet voorkomt in het Lightburn menu. Dat zijn camera's die Lightburn zelf verkoopt. We klikken vervolgens op volgende. En dan krijgen we hier bovenin een verhaaltje van plaats de kaart met het cirkelpatroon. En je ziet hier gelijk onder een linkje met klik hier om de afbeelding met het cirkelpatroon te downloaden. Dit is wat ik net al even heb laten zien. Als ik daarop klik, krijg ik een webpagina met dat patroon. En dan kan je door rechtsklikken daarop de afbeelding opslaan als. Dat is een PNG bestand. En het is belangrijk dat het op de juiste grootte geprint wordt. Dus wat je het makkelijkste doet, is een Word-bestand te kiezen, een leeg Word-bestand. Die pagina te kantelen, dus liggend af te willen drukken, niet staand. En daar die afbeelding in te plakken, zonder hem van grootte te veranderen. En dan krijg je wat ik hier heb. Ik heb hem wel wat bijgeknipt met een schaar. Hè, maar dan is die afbeelding is de ware grootte van die afbeelding met cirkels. Dus dat is wat ik daar doe. Oké, vervolgens zegt hij vastleggen. Hij zegt er hierbij overigens, probeer de laagst mogelijke score te behalen. 0,3 of minder is ideaal, met een score van 1,0 of minder kunt u op volgende klikken om door te gaan. Er staat hier Honeycomb check enabled. Ja, dat mag, dat hoeft niet. Laat het maar staan. Ik klik op vastleggen. Wacht even, oppassen. Aan de linkerkant hier bovenin zie je een plaatje. En in dat plaatje krijg je steeds te zien waar je je afbeelding neer moet leggen. Dat moet dus nu zo'n beetje in het midden zijn. Hieronder zie je jouw afbeelding. Dus dat betekent dat ik het plaatje moet gaan verplaatsen naar ongeveer naar het midden. Hier ongeveer. En dan klik ik op vastleggen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Nou, deze is goed. Deze heeft een waarde van 0,05. En hij zegt klik op next. Maar dan moeten we wel. Dat gaan we doen natuurlijk, volgende. En dan zien we dat hier bovenin dat plaatje op een andere plek is gekomen. Hij moet nu middenonder komen te liggen. Dus we gaan hem weer verschuiven. Middenonder. Zo ongeveer. En ik klik weer op vastleggen. En wat zegt hij? 0,08. Dat is goed. Je nu hoe dat zich in de in de laser zelf verhoudt, dus dat plaatje. Je ziet dat hij niet echt onderin ligt. Hij ligt voor de camera ligt hij onderin, maar in werkelijkheid niet. Verder niet zo heel belangrijk, want er zijn maar weinig mensen die het maximale van hun laserbed gebruiken om te laseren. Je zou natuurlijk de plaatsing van die camera anders kunnen doen, waardoor die meer naar voren komt, dus meer naar jou toe komt, dus naar mij toe komt, zeg maar. Dat is net hoe je het wilt.
Goed, hij vraagt nu om het plaatje naar links te plaatsen. Gaan we doen. Plaatsen hem hier. Even kijken. Zoiets. En we zeggen weer vastleggen. Nog steeds prima. Dus we gaan naar volgende. Nu moet hij aan de rechterkant komen. Even kijken. Je richt hem dus eigenlijk uit op dat plaatje wat daaronder zit. Hè? Daar richt je hem op uit. Weer vastleggen. Is ook goed. Gaan we naar middenboven. Goed zo. Ook vastleggen. Prima. Gaan we naar rechtsonder. Zoiets. Ook die is goed. Gaan we naar linksonder. En nou komen we mogelijk wat in de problemen. Even kijken. Of valt dat mee? Het valt mee. Want ik was even bang dat de kabel eroverheen zou vallen. Ook deze is goed. Wat minder goed dan de andere, maar hij is goed. Nu moet hij linksboven. Ook goed. En dan zal, als het goed is, de laatste nu komen. En dat is rechtsboven. Probeer dat plaatje met die afbeelding zo vlak mogelijk te houden. Zodat hij geen vervormingen krijgt. Dit is nog een keer vastleggen. Nog een keer volgende. En nu zegt hij gelukt, u bent klaar. Ja? Maar we zien daaronder staan... wij raden aan de camera uitlijningswedstrijd vervolgens uit te voeren. Klik op de knop camera uitlijnen hieronder om daarheen te gaan. Even één dingetje. Het is van belang dat nu alles zo blijft staan zoals het staat. Ja? Dat het niet bewogen wordt, anders gaat de calibratie fout. Dus ik haal wel het papiertje eruit. En dan ga ik de houten plaat eruit halen. En ga alvast de houten plaat van 20 bij 20 erin leggen. En die ook alvast even focussen met de focusing tool. Nou, dat is nog gefocust. Dus dat is mooi. En ik ga de laser aanzetten. Zo. En nu gaan we dus klikken op camera uitlijnen. Nou, daar gaat hij dan. Wat hij nu doet is een raster laseren op die houten plaat. En datgene wat heel erg belangrijk is, is dat die houten plaat op exact dezelfde plek blijft liggen. Dat is echt essentieel. Dat zullen we zo meteen zien. Ik ga zo laten zien wat we hier namelijk mee gaan doen. Goed, het lezen van de afbeelding is klaar. En nu nogmaals, die plaat moet dus op de juiste plek blijven liggen. Die mag niet bewogen worden. We gaan naar volgende. En dan gaat hij ons vertellen dat je met de knoppen eventueel de laserkop uit de weg kunt sturen. Maar volgens mij hoeft het niet als ik het zo bekijk.
Wat gaan we doen? We gaan afbeelding vastleggen. En dan klikken we, zoals hierboven staat, wanneer alle vier de hoeken van de vast te leggen afbeelding duidelijk in beeld zijn, klikken we op volg om door te gaan. Oké, als de opname niet goed of volledig is, moet die opnieuw uitgevoerd worden. We klikken op volgende en we beginnen nu in de juiste volgorde. 1, 2, 3, 4, je ziet dat ze genummerd zijn. 1, 2, 3, 4. Gaan we inzoomen en we kunnen verschuiven totdat we echt dat centrum hier in beeld krijgen. En dan gaan we proberen zo zuiver mogelijk ons kruisje te plaatsen door twee keer te klikken. Mocht je nou niet tevreden zijn, doe je laatste ongedaan maken. Rechtsbovenin dus. Ik ga het nog een keer doen. Zo, dit is de eerste. Ja. Even kijken. Nou gaan we naar 2. Dus we gaan uitzoomen. 2 zit naar rechts. Wat zouden we doen? Zo zuiver mogelijk. Ik pak het middelste van dit blokje, want die snijdt allebei die twee gekleurde hoeken, zeg maar. Ja, ben ik tevreden mee. Nu gaan we naar 3, die zit onderin. Wat zou het trucje uithalen? En je begrijpt het al, nummer 4 ook nog. Zo, dan klikken we op volgende en hij zegt, u bent klaar, druk op de knop voltooien om hieronder om af te sluiten. Nou, er staat geen voltooien, er staat afronden, maar goed, het zij zo. Voilà, en we hebben nu een gekalibreerde camera in Lightburn, in onze behuizing. En in de volgende video ga ik proberen je te vertellen wat we daar dan mee kunnen gaan doen. Tot de volgende keer, dag.